Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Combinatie Jeugdzorg. Ik ben Judith en ik werk hier met alleenstaande minderjarige vluchtelingen voor de Combinatie Jeugdzorg. Hey Judith. Hey, en alleenstaande minderjarige vluchtelingen, dat korten we af als AMV. En ik werk met jongens tussen in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar. En de jongens komen uit Eritrea en uit Syrië. Mijn werk houdt in dat ik deze jongeren begeleid op weg naar zelfstandigheid en integratie in de Nederlandse samenleving. Door ze te helpen bij hun dagelijkse bezigheden. Door met de jongeren te kijken een netwerk op te bouwen. Ze gaan naar school, ze gaan sporten en sommige jongens vinden een baan, gaan werken. En dat is eigenlijk waar wij ze bij ondersteunen. Van hoe doe je dat in Nederland? En wat heb je nodig om die vertaalslag te maken? Ja, ze doen aan ons, het is aanmoediging om te look dingen of onder andere. Bijvoorbeeld, hoe kan dat solliciteren, hoe kan dat een baantje vinden? En hoe kan leven hier overal met. Jouw gedrag met de anderen, we hebben ook buren. Ja, dat is, en met de huiswerken in school en je kan dat aanmelden als jij naar andere scholen gaat. Ja, je kan dat aanmelden, dat is, enzovoort. De mentor is aanwezig in de panden van maandag tot en met zaterdag. En op zondag zijn zij zonder mentoren. Ja, dan is er wel altijd een bereikbaarheidsdienst. Het telefoonnummer krijgen ze ook en als het nodig is kunnen ze daar naartoe bellen. Ze komen elke dag naar ons. Ja, we hebben 4 of 5 monitoren en ze doen echt perfect. Ik ben heel trots op hun. We hebben een wekelijks overleg met elkaar en in dat wekelijks overleg bespreken we alle jongeren. We bespreken hoe gaat het op de panden. En als er jongeren bij zijn waarvan wij denken die heeft extra hulp nodig, dan zoeken we contact met de huisarts. We brengen de casus in bij de coördinator. Het wordt intern bij Combinatie Jeugdzorg besproken. En dan gaan we kijken welke hulp kunnen we inzetten voor deze jongeren en hoe gaan we dat doen. Als de jongens in het huis zijn, nodigen wij de wijkagent uit. Zodat de wijkagent ziet welke jongeren wonen er in het huis. En als zich een omstandigheid voordoet, dan weten we in ieder geval de wijkagent te vinden. En de wijkagent weet dat deze jongeren hier zijn, dus die kan ook altijd een extra surveillance uitvoeren. Wij vinden veiligheid voor onze jongeren wel een heel belangrijk item in de plaatsing hier. Ja. Voor alles. Ik heb een probleem of iets te doen bij de school, bij de bank. Of iets bij mijn lijf. Ik kom naar mijn mentor, dan vraag hem, dan hij krijgt voor mij idee of iets te doen. Ja, daarna ik denk met hem. Ja, en hij heeft altijd voor mij goede idee voor de probleem. De ervaring die ik tot nu toe heb is als deze groep eenmaal hier woont en er belang bij heeft dat het goed gaat in Nederland, want deze jongens doen allemaal erg hun best, ja, dan ontspant zo'n buurt en dan worden ze eigenlijk vrij snel opgenomen door de buren. Worden ze uitgenodigd voor eten en drinken? Of buren helpen de jongeren en zeggen: zet op die dag de grijze bak buiten of op die dag de groene bak. Ik heb op deze baan gesolliciteerd omdat ik het heel erg leuk vind om andere culturen te ontmoeten. Ik vind de leeftijdsgroep heel erg interessant. De pubers vind ik heel mooi. En ik merk ook, het zijn ook pubers. Ze komen uit andere landen, maar ze hebben dezelfde behoeften als de pubers hier om ons heen. Ik heb een superbaan en ik voel me super dankbaar dat ik deze jongens mag ontvangen hier in Nederland. Omdat ze toch uit een moeilijke situatie komen. En ik vind het heerlijk dat ze hier in veiligheid en vertrouwen onder ons kunnen zijn.